Nou, goedemiddag allemaal. Mijn naam is Jared Hiewat en samen met Michou van Feyenoord. En onze workshop gaat over samen voor duurzame en positieve verandering. Ik hoop jullie daar in de volgende halve 40 minuten ongeveer in mee te nemen. Dit doen we aan de hand van wat fragmenten. Ook door Mentimeter om het interactief te maken. En we maken er eigenlijk het liefst een gesprek van. Om zo interactief mogelijk te houden. Dus op dit moment zijn jullie microfoontjes nog uit, maar die kunnen jullie zelf ook aan- en uitmaken om te kunnen reageren. Misschien goed om mee te geven is dat de workshop ook wordt opgenomen. Vandaar dat wij alleen in beeld zijn en jullie niet, maar we gaan wel graag het gesprek met jullie aan. En mochten er dingen tussendoor zijn, spreek ons vooral aan, want we betrekken jullie graag bij de workshop. Kijken. Nou, kort even voorstellen, denk ik. Mijn naam is Jared Hiewat. Ik ben onderwijsleider van de opleiding Sociaal Werk bij het Alberda. Misschien wel leuk om te weten is dat ik zelf ook student ben geweest van de opleiding. In 2007 weggegaan, in 2013 teruggekomen als docent en sinds een aantal weken nu onderwijsleider van de opleiding. Is goed? Oké, okay, dankjewel. Ja, ik ben Michiel Kruithof. Ik ben docent bij de onderwijsprojecten van Feyenoord. En daarmee begeleid ik heel veel studenten. Onder andere dus ook van Alberda Sociaal Werk. En ja, ik begeleid verschillende studenten bij verschillende projecten. Dus dan zal ik. Moet ik dat nu al vertellen of komt dat nog? Nou, dat, misschien dat bewaren we nog een beetje als, om Ja, het spannend te houden. is goed. Even kijken. Nou, ik ben ook heel benieuwd naar wie jullie zijn. Omdat we natuurlijk graag samen met jullie doen. En nou, ik zou graag willen beginnen bij Desiree. Zou je jezelf misschien even kort kunnen voorstellen? Microfoontje staat nu nog uit. Even kijken. Anders ga ik even naar Henny. Ja, Oh ja, hallo. daar. Ja, het lukt. Ja. Als het goed is, ben ik nu hoorbaar. Ja, dat klopt. Ik stond de hele tijd op mute. Ja, ik ben Desiree Burg. Ik ben afgestudeerd op sociaal werk, cultureel en maatschappelijke vorming. Al heel lang als ZZP'er werkzaam in het sociaal domein. Met name op het gebied van communicatie, projectleiderschap. En ik heb samen met mijn partner en nog een collega een initiatief dat heet Restart, waarbij wij jongeren in Dordrecht en Rotterdam naar werk helpen. En dat zijn specifiek jongeren die uitvallen uit het onderwijs. En nou, vanuit die hoedanigheid ben ik heel benieuwd naar jullie verhaal. Interessant, leuk om te weten. Ik ben ook oud CMV-student, dus dat is altijd leuk om weer mede-CMV'ers tegen te komen. Ja, ja leuk. Henny? Ik werk als MBO-docent, assessor en SLB'er bij MBO Amersfoort. En ik werk vooral met SW-studenten. En dat zijn de derdejaars nog SCW en SMW-studenten. Dus dat is mijn achtergrond nu. Leuk, dankjewel. Marion? Ik ben Marion van Egmond. Ik ben adviseur praktijkleren bij SBB. En ik ben ook betrokken geweest bij het initiatief voor deze workshops van Sociaal Werk Nederland. Super, leuk. En Chuck? Ik ben Char Kamp, zoals Desiree al zei, mede-initiator voor Restart in Rotterdam. En we zijn daar bezig connecties te leggen en met name contact ook te zoeken met jongerenwerkers in Rotterdam en met werkgevers, zodat wij jongeren naar werk kunnen helpen. Oh, dat is super mooi om te horen. Ja, vooral in geïnteresseerd was natuurlijk
om mijn zijde van de opleiding sociaal werk. Zodat de studenten een mooie aansluiting kunnen vinden op de arbeidsmarkt eigenlijk. Ja, ik wil graag een connectie met jullie. Ja, nou, mooi om te horen. Dank jullie wel. Nou, we willen jullie eigenlijk meenemen in het verhaal van onze samenwerking. En daar wil ik eigenlijk bij beginnen. Even kijken. Met de Mentimeter om hem toch interactief te maken. Dus ik zou jullie willen vragen om naar menti.com te gaan. En de volgende code in te toetsen. Dat is 67079622. En dan ga ik even naar dat scherm om de resultaten te bekijken. Dus nogmaals de code. Dus menti.com en dan 67 0762. En dan zou ik, als het goed is, zo de antwoorden moeten ontvangen. Ja. Ik zie meer beeld bij het project. Contact leggen. Mooi. Duidelijkheid bij wat we doen met dit project. Mooi. Nou, ik hoop hier zeker op te kunnen inspelen. En ik hoop jullie daarin mee te nemen. Ik zal straks terug nog even teruggaan naar de resultaten hiervan. Even kijken. Maar eerst wil ik jullie meenemen in een aantal fragmenten. Want we gaan het verhaal vertellen aan de hand van een aantal fragmenten van Nieuwsuur. Die onder andere een item gemaakt over Rotterdam-Zuid en specifiek ook de projecten van Feyenoord. En daarin wil ik jullie heel graag meenemen. Even kijken. Kunnen jullie even, Michel, kan je even aangeven of je geluid hoort? Goal is een kunst. Ja, ik hoor. Ja. Oké, prima. Dan ga ik hem aanzetten. Ibrahim heeft zijn zoontje van 4 geleerd hoe je een heroïnespuit moet oppakken. Veel huizen zijn dichtgespijkerd. Rotterdam is toch de stad in Nederland met in vergelijking met andere steden een groot aantal kwetsbare wijken. Een buurt in verval, volledig verpauperd. Volgens het kabinet hebben deze wijken te maken met een opeenhoping aan problemen. De problemen in Rotterdam-Zuid zijn groot en divers. Zo wonen er relatief veel mensen met een uitkering, staan er veel slechte woningen en de criminaliteit is er hoog. Soms worden mensen hier overvallen. Ik had het laatst vorig jaar nog meegemaakt. Alle bewoners werden gecontroleerd op illegaal wapenbezit. Het was een poging de buurt weer op de criminelen te heroveren. Ik denk dat overal in Nederland het gaat slecht. Met de jangrongen en zo. Al jaren proberen beleidsmakers iets aan de problemen te doen. De regering gaat miljarden extra uittrekken om de verloedering in stadswijken tegen te gaan. En ruim 15 miljoen, bijna 16 miljoen extra voor bewonersinitiatieven. De arbeiderswijk, de Wielenwaal in Rotterdam-Zuid, moet gesloopt worden. Oudere mensen naar een andere wijk sturen onherroepelijk. Je jaagt ze in plat Rotterdams, vertelt de dood in.
Ja, en al die projecten en al dat geld leiden niet tot een wezenlijke verandering in de wijken. Het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid pakt het daarom anders aan. Het pakt langlopende problemen zoals werkloosheid, achterblijvende schoolresultaten, woningtekort en criminaliteit tegelijkertijd aan onder de vlag van één programma. De looptijd, zoals gezegd, is 20 jaar. Zoveel tijd is er nodig om Rotterdam-Zuid op het niveau van Amsterdam, Den Haag, Utrecht en de rest van Rotterdam te krijgen. Wij gingen kijken op de zuidoever van de Maas. Goed, tot daar het eerste fragment. Dan wil ik graag teruggaan naar de presentatie. Even kijken. Zo, nou goed, het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, jullie zagen er al een en ander van voorbij komen. En het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, daarin werken dus het Rijk, de gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en het Openbaar Ministerie. En dus een gezonde toekomst voor Rotterdam-Zuid. Nou ja, die partners willen er samen voor zorgen dat het opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit dus in 20 jaar stijgen naar het gemiddelde van de 4 grote steden in Nederland. Want Rotterdam-Zuid, misschien voor jullie informatie ook, loopt daarnaast ook bijna 20 jaar achter op de rest van Rotterdam. Dus los van het feit dat ze achterlopen op die andere steden, loopt Rotterdam-Zuid ook achter op de rest van Rotterdam. En daarmee zou ik jullie graag eigenlijk willen meenemen naar de volgende vraag op Mentimeter. Naar aanleiding van het eerste wat jullie hebben gezien. Zouden jullie graag weer naar menti.com willen gaan? En de volgende code, volgens mij zijn jullie nog in het bestandje, maar dat is 6707962. Ik kan de code zo nogmaals even opnoemen en dan ga ik even naar de resultaten. Kijken, dus menti.com 6707962. En dan met de volgende vraag. Wat zouden studenten, dus mbo-sociaal werkers, volgens u kunnen betekenen in de wijk op Zuid? Ik zie inderdaad de bewoners betrekken. Nu samen aanbrengen, inderdaad. Binding, netwerk, ja, enthousiasme, positiviteit, vertrouwen. Zouden jullie dat ook kort willen toelichten? Desiree, zou ik bij jou mogen beginnen? Ja, dat mag zeker. Ik hoop dat ik goed hoorbaar ben voor iedereen. Ik denk als er iets is wat mbo-studenten heel goed kunnen, of mbo-sociaal werkers, dan is het verbinding leggen. Verbinding maken met mensen door vertrouwen te winnen, omdat zij gewoon goed aansluiten op verschillende doelgroepen. Ja. En ik denk ook dat je dan een goed netwerk kunt bouwen. Dat doe je natuurlijk met elkaar als sociaal werkers. Dus dat is niet dat je stand-alone dat doet, maar ik denk dat ze juist ook in die samenwerking daar een hele goede positieve rol kunnen spelen. Ja. En ik denk juist doordat als zij aansluiten bij de doelgroepen, dat ze ook hun enthousiasme en positiviteit kunnen brengen. Want als je niet goed aansluit en je komt heel enthousiast en positief binnen bij mensen ja, die het niet zo op orde hebben allemaal, dan is dat eerder, zal dat eerder als cynisch ervaren worden dan als verbindend. Ja. En ik denk dus dat dat wel cruciaal is om te starten met de verbetering, want de verbetering begint uiteindelijk ook bij bewoners. Absoluut, absoluut. En misschien wel leuk om daar kort op in te spelen. Want je zegt aan het begin bij bewoners. Met de opleiding sociaal werk gaan we splitsen. Want we beginnen, het is een hele populaire opleiding aan het worden. Zijn we nu aan het kijken natuurlijk van stageplekken en werkgelegenheid. Maar we gaan dus nu splitsen. Er komt een team op
op Noord, Rotterdam Noord eigenlijk, achter Centraal Station. En we gaan nu ook naar Zuid. Dus we beginnen vanaf september 2021 ook met de opleiding Sociaal Werk op Zuid. Ik ga daar naartoe met een gedeelte van het team. En dat doen we eigenlijk om veel meer de verbinding in de wijken te leggen. Want wij gaan er ook vanuit dat er heel veel studenten uit de wijken zelf gaan komen, uit Rotterdam-Zuid. Daar hadden ze nu nog geen gelegenheid om zich aan te melden voor de opleiding Sociaal Werk. En dat kan dus vanaf nu wel. En we hopen dus ook dat zij ook een beetje de verbinding gaan maken met de bewoners, omdat ze ook zelf de bewoners zijn eigenlijk. Dus we hopen daar een beetje op in te spelen. Nou, ik word heel blij dat ik dit hoor. Ah, mooi. Ja, ja, heel goed. Ja. Tjark? Ja, ik deel de blijdschap van Desiree, omdat ik groot fan ben van MBO. Social workers zijn over het algemeen doeners. En ik denk dat er in het nationaal programma voldoende stuurgroepen, praatgroepen en weet ik het wat allemaal zijn. Ik denk dat de MBO, sociaal werkers, de studenten, inderdaad wat jij zegt, een deel daarvan vast uit de wijk gaat komen. En die weten dus wat er achter de voordeuren speelt. En die krijgen die voordeuren open en dat gaat ze vast lukken om de bewoners te vragen van, goh, wat hebben jullie nou nodig om die doelstellingen te bereiken? En ik denk dat de basis is om ze te vragen, wat willen jullie, waar hebben jullie behoefte aan? Ja, absoluut. Nou, mooi om te horen. En ik denk ook dat we, wat we meestal aangeven, is laat ze niet... Want kijk, is natuurlijk nu ook alweer wat negatieve beeldvorming over Rotterdam-Zuid, naar aanleiding van de rellen bijvoorbeeld die een tijd geleden zijn geweest. Maar wat we willen meegeven is van, zie ze niet alleen als onderdeel van het probleem, maar ook als onderdeel van de oplossing. Want er is een grote groep jongeren die eigenlijk aangeeft door zich in te schrijven voor een opleiding sociaal werk van, ik wil verschil maken, ik wil onderdeel zijn van de oplossing. Dus ga het vooral doen. Even kijken, Henny? Ja, eigenlijk is al heel veel gezegd. En ik denk ook praktisch door projecten samen met de bewoners te starten. Misschien zoals een tweedehands kledingwinkel of dat soort, waarbij je iedereen betrekt en waarbij die mbo'er een mooie plek krijgt, zeg maar. Ja. En ik denk dat het ook zinvol kan zijn om dan vooral die mbo'ers ook die projecten voor een deel te laten bedenken, als het zou kunnen. Om ze ook een beetje uit de doenerskwalificatie te halen, om ze alle lagen mee te nemen. Inderdaad. Dat geven we ook aan, het is een niveau 4 opleiding ook inderdaad. Dus het mag ook wel best wel wat van ze gevraagd worden. Dat vind ik ook, daar ben ik helemaal mee eens. Ja, klopt. Marion? Ja, ik had hem eigenlijk gelezen als wat zouden mbo-sociaal werkers voor volgens u kunnen betekenen in de wijken op Zuid. Hè? Dus niet de studenten, dat was ik even vergeten. Ik heb geantwoord meer samenhang aanbrengen. Ik denk dat zeker sociaal werkers op mbo-niveau een hele nuttige positie kunnen hebben op Zuid bij jullie. Voor de samenhang. Waar ik een beetje bang voor ben, is... of deze mensen als ze studeren ook dat kunnen gaan doen als betaald werk. Omdat het, wat je net ook al zei, een hele populaire opleiding is. En kijk vooral ook naar de werkgelegenheid. Want ze kunnen uit die wijk komen, maar misschien worden ze gedesillusioneerd omdat ze niet hun ambitie kunnen waarmaken als ze gediplomeerd zijn. Omdat ze niet aan het werk komen als mbo-sociaal werk. Ja, nee, dat is goed. Goed dat je dat punt inderdaad aanhaalt. Daar wil ik straks nog verder in de presentatie nog terugkomen. Ik denk dat Michou daar ook nog een stukje op kan terugkomen. Voornamelijk als het gaat om de doelen van Feyenoord. Maar daar komen we dus zo op terug. Michou, zou jij nog willen reageren op deze stelling? Of zeg je van, kom daar straks op terug? Ik denk inderdaad, ik kan me wel heel erg vinden in wat hier gezegd wordt. En ik zie ook wel... de studenten die wij nu bij Feyenoord hebben. Jullie zagen ook in het filmpje ons clubhuis. Het kwam niet heel groot in beeld, maar wij hebben een clubhuis op het Afrikaanderplein. Dus echt in de wijk. En daar zijn wij ook, werken we samen met een school, de Sterrenschool, die daarnaast zit. En daarnaast organiseren we heel veel sportactiviteiten buiten op het plein. En daar zijn dus de studenten die daar dan stage lopen. Die komen echt in aanraking met de mensen die daar wonen.
We hebben ook projecten waarbij de kinderen naar de Kuip komen. Dat vinden we ook heel erg belangrijk. Dat de kinderen die daar wonen, die zien de Kuip eigenlijk bijna elke dag, maar ze komen er nooit. Dus dat vinden we heel belangrijk, dat we het ook toegankelijk maken voor de kinderen uit de wijk en de mensen uit de wijk. Ja. Maar vooral bij het clubhuis komen studenten ook vooral heel veel kinderen, maar dus ook ouders die daar rondom en andere jongeren, die komen ze daar tegen. En ik denk dat het inderdaad heel mooi is om te zien hoe zij dat contact kunnen leggen. Ja. En dat is inderdaad vaak, wij doen dit als Feyenoord, omdat het merk veel teweeg brengt. En wij kunnen sommige mensen met dat logo bereiken, waarbij dat misschien ergens anders nog niet lukt. En wat wij vooral belangrijk vinden is dat mensen kinderen gaan bewegen. En je merkt dus ook dat het logo en dan inderdaad de studenten, die zijn echt essentieel om dat contact te leggen met ze. En inderdaad om dat vertrouwen ook te winnen, want dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja. Nou, het is een hele mooie inleiding voor het volgende fragment waar we heen gaan. Het is nog een fragment uit hetzelfde stukje van Nieuwsuur. En daar wil ik jullie ook in meenemen. Even kijken. Even checken of het geluid dat doet. Uit in tweede... Hoor je het geluid? Ja. Oké. 2030 sociaal-economisch op hetzelfde niveau te krijgen als de vier grote steden. Daarvoor worden honderden miljoenen extra geïnvesteerd in wonen, werk en onderwijs. Blijven zitten. Hey, we zijn bij Club 1908. En dit zijn kinderen van groep 7. En die krijgen door middel van de Feyenoord-medewerkers extra ondersteuning in het onderwijs. De kinderen op Zuid komen vaak uit arme gezinnen met laag opgeleide ouders. Daarom hebben ze na de basisschool al een forse achterstand. Dat blijkt ook uit de CITO-toetsscore, die lager ligt dan in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Die score stijgt in Rotterdam-Zuid wel, sinds het begin van het nationaal programma. Wij. Dus dat is meer van? Ja. Van het geld uit het programma krijgen deze leerlingen per week nu 10 uur extra les. Maar jongens, zouden jullie niet veel liever gewoon thuis met een bak chips op de bank zitten nu? Eigenlijk wel, ja. Je moet wel weten dat kinderen wel willen uitrusten. Ja, maar leren is belangrijker dan je chips eten. Ja. De leerlingen krijgen ook excursies, mediales en vandaag spelend leren. De ene emmer staan de sterke werkwoorden op en de andere twee de zwakke werkwoorden. Sorry. Is er ook nog een extra rol voor de ouders? Nou, dat is een van de kritische noten die wij ook wel als scholen hebben. Van waar ligt de verantwoordelijkheid van ouders? Wij zijn ervan overtuigd als directeur dat als we alleen maar de tijd in de kinderen stoppen, dan gaat het er niet worden, want de ouders moeten ook mee. Is het een sterk of een zwak werkwoord? Sterk, denk ik. Zwakke. Nee, het is een zwakke. Wat vindt u ervan, die extra urenles voor uw dochter? Gaat u er dan ook helpen? Ja, tuurlijk. Ja, ik ben ook ga naar de school. Ik kom uit de Turkije, ik heb geen Nederlands. Ik ook te leren met kinderen, ik ga naar op school. Ik ben ook bezig met die taal. Als ik op de tafel zit te eten, ik vraag hem altijd, wat heb je gedaan? Wat zijn nieuwe woorden voor jou? En plus doe ik altijd boeken lezen samen, samenvatten, zelf doen. Ik maak ook fouten en ik zeg, wat heb je op school geleerd? Dat mijn ook veranderen zelf. Het doel is om de CITO-score, de eindscore, omhoog te krijgen. Gaat dat hierbij helpen, denkt u? Ze doen veel ervaringen op, de wereld wordt groter. Ik denk ook zeker dat het effect heeft op het welbevinden. En als een kind lekker in zijn vel zit, komt het leren ook vanzelf. Dus ik hoop ook over een paar jaar dat inderdaad de resultaten hoger liggen. Beter opgeleide kinderen moeten uiteindelijk tot minder werkelozen leiden. Werkeloosheid is een groot probleem op Zuid, waar veel meer mensen een uitkering ontvangen dan gemiddeld in de vier grote steden. Ik had geen dak boven mijn hoofd. Even tot hier. En dan wil ik weer teruggaan naar de presentatie. Even kijken. Nee, Michou, je gaf het net ook al een beetje aan van wat jullie in het buurthuis doen. Nee, daar waren dus eigenlijk net wat beelden van te zien. Misschien wel leuk omdat het gaat om jouw werkplek en ik denk dat je heel wat mensen hebt herkend. Maar
ja, misschien ook wel goed om uit te geven van wat jullie plan is en hoe Feyenoord eigenlijk het zou willen aanpakken in de komende jaren. Dat het staat hier ook aangegeven, maar misschien kan je ons een beetje meenemen daarin. Ja, nou ja, inderdaad, dit is dus een onderdeel van wat wij doen. En dit is op de Sterrenschool. Dat zit pal naast ons clubhuis. Dus wij hebben een groot clubhuis waarbij we dus de kinderen uit verschillende groepen van de Sterrenschool, die ontvangen we daar voor Club 1908. Dat is het onderwijsprogramma waar ik vooral aan verbonden ben. En dat hebben we zowel voor de kinderen op de Sterrenschool in ons clubhuis. En bij andere scholen komen ze dan naar de Kuip en geven we daar les. En ja, wat je eigenlijk ziet is dat jullie zagen net een heleboel studenten in de blauwe jasjes. En die begeleiden de kinderen eigenlijk. Dus er loopt altijd, ik loop rond of een collega docent. We hebben een trainer die de beweegactiviteiten met de kinderen doet. En wat we doen is heel veel bewegend leren. We bieden eigenlijk de stof aan die ze op school krijgen, maar dan op een andere manier, op een Feyenoord manier. Dus alles is in een Feyenoord jasje. Maar wat we vooral heel belangrijk vinden is bewegen. Dus wat je net ook zag met de sterke en de zwakke werkwoorden. Dat ze dus moeten gaan rennen naar de goede bak. Dat ze een woord krijgen. Dat ze dan moeten gaan overleggen. We zijn heel erg bezig met 21 eeuwse vaardigheden. Dat we dus ook de sociale vaardigheden, dat we daaraan werken. Wij geloven namelijk dat wij gebruiken sport als middel om daaraan te werken. En wat wij vooral heel belangrijk vinden is inderdaad, dat is wat Tineke ook zei, de directrice van de Sterrenschool, het zelfvertrouwen. Dat vinden we ontzettend belangrijk bij de kinderen. Want er wordt vaak genoeg gezegd en zij komen vaak genoeg per dag tegen wat ze nog lastig vinden, wat ze moeilijk vinden. En wij willen vooral de nadruk leggen op wat ze wel goed kunnen. Elk kind heeft talent, elk kind heeft kwaliteiten. En wij zijn heel erg bezig met de studenten om ze dat in te laten zien. En om die talenten dus ook in te zetten en die kwaliteiten in te zetten om ze verder te helpen in hun ontwikkeling. En sport speelt daar een ontzettend grote rol in. Via sport, ook al is het misschien een sport die ze niet elke dag spelen of door middel van bewegen of spelletjes, kunnen we dat zelfvertrouwen omhoog krijgen. We stellen ook doelen met ze. Van tevoren, dus voor een les stellen we doelen, of we, de studenten dus, stellen doelen met de kinderen van wat willen ze bereiken die les. Dan gaan ze daaraan werken, de studenten die motiveren ze, die leren ze steeds beter kennen. En wat vooral heel belangrijk is, en dat is ook wat ik al eerder zei, die studenten die maken contact met de kinderen. En ze leren ze steeds beter kennen. Wat vooral heel belangrijk is een band opbouwen, zodat de kinderen de studenten vertrouwen en andersom. En dat we dus steeds beter kunnen werken aan de doelen die de kinderen dus zelf stellen. Dus dat ze eigenlijk hun eigen ontwikkelproces zelf in de hand hebben. En dat ze dat samen met de studenten dat proces aangaan. Mooi. Mooi. En kijk, wat voor ons ook heel interessant was. Deze doelen natuurlijk, die zijn voor ons natuurlijk ook heel interessant. Want hierin staan verschillende punten waarop wij als Albera bijvoorbeeld en als opleiding op kunnen aanhaken. Bijvoorbeeld zo'n schoolsport plus programma. Mm-hmm. Ja, je ziet dat er steeds meer sociaal werkers ook richting de sport gaan. Dus dan een combinatie maken van sociaal werk en sport. En dat zie je inderdaad bij jullie heel erg terug. Ook de focus op die duurzame banen voor Zuid. En dat is ook interessant voor ons in de begeleiding daarnaartoe, naar banen toe. Maar ook, weet je, om mensen dat perspectief te kunnen bieden. Mm-hmm. Puntje 4 is natuurlijk voor ons heel interessant als opleiding sociaal werk. Die hubs, dat zijn eigenlijk, we willen geen buurthuizen noemen, maar clubhuis. Dat is echt een clubhuis. Ja, dat is het clubhuis, daar hebben we er nu dus één van. Ja, precies. Ja. En het doel is om daar minimaal 3 van te krijgen. Nou, dat is dus interessant ook voor onze opleiding, want dat zijn de plekken waar onze studenten dan eventueel zouden kunnen gaan werken. En puntje 5 natuurlijk ook, maar punt 6 ook, dus 500 structurele stages en leerwerken. Ja. Was voor ons ook interessant en voornamelijk dan die focus op mbo. Ja. Daar waren we ook heel blij mee. En waarom? Omdat, misschien wel goed om aan te geven. We zijn ooit met 5 studenten, dat is volgens mij 2 jaar geleden, zijn we met 5 studenten begonnen. Die jullie stage kwamen lopen. En inmiddels, ik heb het nog even nagekeken, zitten we ongeveer op 27. Gaan we richting de studenten die bij jullie stage lopen. En heel erg naar de zin hebben. Weet je? Ja. Dus daar zijn wij gewoon heel blij mee. Nou ja, en ik wil ook nog wel even zeggen, de reden dat wij deze projecten kunnen doen, de inzet van de studenten is echt essentieel. Want zij zijn degene die met de kinderen aan de slag gaan. Zij bouwen die band op met de kinderen. En dat kunnen zij toch op een andere manier dan een docent dat kan. Ze staan toch net even iets dichterbij. En dat is ook een hele mooie waar we het ook altijd over hebben met de studenten. Van wat is jouw rol als coach? Je bent uiteraard niet hun vriend.
Dus daar moet je heel erg, je moet wel je grenzen aangeven. Maar zij kunnen op een manier contact leggen met kinderen, net even wat meer vertrouwen opbouwen. Ze staan net even, dat komt omdat ze natuurlijk ook, ze hebben dan een, bijvoorbeeld een groepje van ongeveer 3-4 kinderen per coach. Dus ja, als docent heb je natuurlijk een groep van ongeveer 30 kinderen. Ja. En nu zijn de studenten, die begeleiden dan een groepje van ongeveer 3-4 kinderen. En die begeleiden ze dan, dus de kinderen krijgen een hele intensieve begeleiding van ze. Ja. En zo leren ze de kinderen ook steeds beter kennen. En ja, ik vind persoonlijk de combinatie tussen sociaal werk en sport ontzettend mooi. Want je kan zoveel met sport. Ja. En dat hoeft niet eens heel serieus sport te zijn. Dat je een hele serieuze wedstrijd aangaat of zo. Maar ook de spelletjes die we spelen, het bewegen. Daar komen je de kinderen al zoveel sociale vaardigheden tegen. Er is altijd een wedstrijdelement waarbij kinderen toch daarop reageren. Er zijn zoveel mooie momenten, maar ook doelen die je kan bereiken. Kinderen die bijvoorbeeld heel terughoudend zijn. Dat ze door middel van sport toch meer durven voor zichzelf op te komen. Of meer durven het voortouw te nemen. Of samenwerken vinden we ontzettend belangrijk. Dat kinderen samen een opdracht uitvoeren. Of als team werken tijdens een sportactiviteit. Communiceren. Ja, er zijn gewoon heel veel dingen waar we met sport heel veel kunnen bereiken. En dat kunnen die studenten heel, heel mooi begeleiden. Zeker weten, zeker weten. Bij ons, het sluit natuurlijk heel mooi aan, want dat is ook een beetje hoe ik de presentatie wilde doen. Dus inderdaad vanuit zo'n nationaal programma. En dat je dan ziet dat eigenlijk op macroniveau en op mesoniveau vinden dan organisaties elkaar. Zoals in Albera en Feyenoord. En wat wij als doel hebben eigenlijk is sowieso om emancipatiemotor voor de stad Rotterdam en de regio Rijnmond te zijn. En daar sluit het natuurlijk heel mooi bij aan dat de studenten zelf ook echt een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onder andere bewoners. En zoals ik net al aangaf, we zijn met 5 studenten begonnen. Maar die leerwerkplaatsen eigenlijk, want zo zie ik het eigenlijk ook een beetje. Op dit moment hebben we 27 SW-studenten bij Feyenoord. Dus die zelf ook heel erg tevreden zijn. Dus zodoende. Waar is die samenwerking, waar is het heel positief voor? Aan de ene kant natuurlijk omdat we intensief contact hebben met elkaar. Informatie kunnen uitwisselen, snel kunnen schakelen, omdat we best wel met elkaar verbonden zijn. Daarmee bied je jongeren dus heel veel kansen, perspectief. En het stukje zorgt voor een stukje emancipatie, omdat vaak ook de jongeren ook uit de gebieden zelf komen. Die vinden het natuurlijk ook superleuk om bij zo'n basisschool waar ze misschien zelf hebben gezeten, of bij een bepaald initiatief, om daarbij actief aan de slag te gaan. En dat zorgt uiteindelijk gewoon echt voor een waardevolle leerzame stage waarin we samen ontwikkelen en nog mooiere resultaten kunnen behalen. Ja, en als ik nog iets mag toevoegen. Ja. Voor de studenten is het natuurlijk ook mooi als ze inderdaad uit de wijk komen. Ik weet dat wij nu ook studenten ook van andere opleidingen hebben die heel dichtbij wonen inderdaad. En dat perspectief vind ik ook wel heel belangrijk. Dat het vooral ook heel positief gebracht wordt. Zowel voor de studenten. Wij bereiden altijd voordat we een activiteit hebben. We bespreken na. Dus die studenten, we hebben aardig wat studenten bij een activiteit. Dus zij leren ook van elkaar. We gaan in gesprek met elkaar van wat was er bij jou gebeurd? Hoe heb je dat aangepakt? Heeft iemand nog een suggestie? Hoe zou je dat anders kunnen doen? Dus dat reflecteren op wat er is gebeurd, dat is ook heel erg belangrijk. Dat de studenten van elkaar leren. En ook dat het positief zelfbeeld voor de kinderen ook vooral. Wat ik al zei, weet je wel, er wordt genoeg gezegd over Rotterdam-Zuid. En we willen ook vooral dat kinderen zien dat er kansen zijn. En dat zij zelf heel veel kwaliteiten en talenten hebben. En dat die studenten hun daar ook vooral op mee kunnen helpen. En dat de studenten dat zelf ook zien. Dat die studenten, die kunnen namelijk zelf ook in hun groepje. Moedigen we ze ook aan om zelf te kijken naar wat de kinderen nodig hebben. En dat zij gaan kijken van oké, hoe kunnen we de opdracht aanpassen dat het beter bij de kinderen past. Ja. Dus zo kijken de studenten ook beter naar wat de kinderen nodig hebben. En wat we vooral aanmoedigen is dat ze vooral goed luisteren naar de kinderen, kijken naar de kinderen. Wat heeft het kind nodig? En op die manier kom je tot hele mooie dingen. En zo hebben de studenten ook de ruimte om aan hun eigen competenties te werken. En om zelf ook initiatief te nemen. Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk dat ze die ruimte hebben om ook gewoon aan hun eigen competenties te werken. Ja. Absoluut. En daar krijgen ze volgens mij ook gewoon heel veel tijd voor. Ruimte tijd voor eigenlijk. Dat geven ze ook altijd terug. Dus dat is heel fijn. Ja.
Wat doen we dus eigenlijk concreet op wijkniveau? Dus eigenlijk vanuit het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, die organisaties die elkaar vinden op meesterniveau en op microniveau, wat doen we nou concreet in de wijken? Nou ja, daar hebben we al wat beelden van laten zien, maar concreet zijn er dus stagiaires actief in de wijken, waarbij dus eigenlijk de inzet van peercoaches, rolmodellen en studenten om de doelen van de projecten te kunnen behalen. Wat mooie hiervan is ook dat sport echt geïntegreerd is in het sociaal werk, dus sport echt als middel, nou, dat heb je net ook een beetje toegelicht van ja, waarom het goed is om te leren samenwerken, om eigenlijk alle competenties die in sport ook naar voren komen, dat die ook weer terugkomen in het sociaal werk en een stukje talentontwikkeling. Maar ook dat ze, los van het feit dat ze een goede achtergrond als sociaal werker hebben, ook bepaalde bagage hebben in het geven van een goede sportles. Want ja, sport als middel, dan is het ook fijn dat je gewoon wel een goede sportles zou kunnen neerzetten. Ik zou net geven, gaf net al aan sport als middel, dus eventueel ook doorpakken mocht er meer aan de hand zijn. Een stukje coaching, ook ruimte voor de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. En daarnaast ja, een hele mooie toch ook werkgelegenheid, want zoals we net al aangaven van ja, die hubs die gaan uiteindelijk wel zorgen onder andere voor werkgelegenheid. En aan de andere kant de begeleiding die er nodig is voor mensen uit Zuid, daar kunnen sociaal werkers ook een rol bij spelen. Zou jullie graag willen vragen of jullie nog hierop zouden willen reageren? Of nog iets hier aan toe te voegen hebben? Zou ik bij Desiree willen beginnen? Aan toevoegen niet, denk ik. Het zit volgens mij echt heel mooi in elkaar. Ik vind het ook heel mooi dat jullie deze samenwerking zo hebben. En dat er bij Feyenoord ook zoveel ruimte is om hierin te investeren met elkaar. Ik ben ook benieuwd hoe je ouders beter kunt betrekken. Dat blijft ongeacht de leeftijd van kinderen toch altijd een Achilleshiel. Daar waar we binnen het sociaal werk inzetten op het versterken van het kind. Dus misschien hebben jullie daar ook nog iets over te vertellen of hoe jullie dat aanpakken. Zeker. Daar kan ik dan meer iets over vertellen over wat we hebben Club 1908 in het clubhuis voor de kinderen van de Sterrenschool. En we hebben dan Club 1908 in de Kuip voor kinderen van andere scholen. En wat we doen is, als ze aangemeld worden, dan krijgen we ook de gegevens van de ouders. En wat we bijvoorbeeld doen is via WhatsApp proberen contact te krijgen. Bijvoorbeeld als een kind er niet is, even vragen van, klopt het dat ze er niet zijn? Maar ook dingen net zoals waar we mee begonnen waren, maar dat was net voordat alle activiteiten helaas moesten stoppen vanwege corona, is dat we bijvoorbeeld van elk kind een foto maakten met hun coach. Dus dat ouders ook zien wie hun kind begeleidt. En daar kregen we hele positieve reacties op. En we hebben gemerkt dat WhatsApp gewoon best wel een laagdrempelige manier is om contact te leggen met ouders. Dat ook heel positief is. Wat we bijvoorbeeld ook al wat langer doen, is dat de studenten die hun eigen vaste coachgroepje hebben, die schrijven dan een kort positief stukje over het kind. En dat app ik dan door, of de docent van die groep, app dat door naar de ouders. Dus dat de ouders ook weten een beetje van hoe wordt hun kind gezien, waar werken ze aan. De ouders, daar organiseren we een aantal ouderbijeenkomsten voor. Maar verder zien zij niet heel veel wat er gebeurt, omdat het buiten school gebeurt vaak. Dus die kinderen die komen na schooltijd, wij halen ze op van school, brengen ze naar de Kuip en we brengen ze weer terug. Dus de ouders zelf die komen een paar keer bij ouderbijeenkomsten. Maar verder willen we ze toch iets meer, steeds meer betrekken erbij. Dus door middel van die updates eigenlijk via de WhatsApp en foto's en uiteraard vanwege de privacy doen we dan alleen een foto van dat kind met hun coach. Maar dan hebben de ouders toch een beetje een beeld van wat er gebeurt en wat we doen. En op die manier proberen we ze erbij te betrekken. En we hebben wel gemerkt, wat ik zei, dat WhatsApp daar best wel een goede manier voor is. Mail werkt toch is wat afstandelijker en dat werkt wat minder goed, hebben we gemerkt. En soms is het voor ouders toch nog een grote drempel om naar de Kuip te komen voor een bijeenkomst. Of het is gewoon simpelweg niet mogelijk vanwege andere kleinere kinderen die nog thuis zijn en of ze moeten werken. Dus op die manier proberen we de ouders erbij te betrekken. Maar ik ben het zeker met je eens. Het is echt, dat is best wel een uitdaging waar we continu over nadenken hoe we dat beter kunnen doen. En daarbij willen we ook steeds meer samenwerken met scholen. Dat we misschien op school een keer kunnen vertellen wat we doen. Dat is toch een lagere drempel dan naar de Kuip komen.
Zo zijn we continu bezig inderdaad. Maar het is iets wat we, ja, waar we bezig mee blijven eigenlijk. Ja, nee, dat is helder. En dank voor die toelichting. En ook mooi dat WhatsApp daar inderdaad zo geschikt voor blijkt. En ik vroeg mij ook nog af, hebben jullie dan ook samenwerking met sociaal werkorganisaties in Zuid? Werken jullie daar ook nog mee samen als in dat zij bijvoorbeeld weer via jullie link krijgen met die gezinnen van de kinderen? Of dat zij ook een rol spelen in wat jullie aanbieden? We hebben wel contact met andere organisaties, vooral dan in de Afrikaanderwijk, zeg maar. Minder als het gaat om de kinderen in de Kuip, die in de Kuip komen, maar wel als het gaat om de kinderen die op het Afrikaanderplein zijn. Dus daar hebben we wel wat contact mee. En overigens de WhatsApp, dat gaat wel allemaal via de docent. Dus de studenten die hebben niet de nummers van de ouders en die appen dan niet met de ouders. Dat gaat dan allemaal via de docent, dat wilde ik nog even toevoegen. In hoeverre, kijk, bij Club 1908, dat is echt iets wat we ter plekke aanbieden voor de kinderen. Er is wel contact met andere organisaties, maar dat is meer voor de andere projecten. Ja. Van mijn collega's. Misschien als ik je kort kan aanvullen. Daar gaan wij natuurlijk ook stage lopen. En er zijn ook al aantal studenten die daar stage lopen. Bijvoorbeeld bij Stichting Humanitas. Dat is een aanbieder die actief is in een groot gedeelte van Zuid. Onder andere ook in Afrikaanderwijk. En we proberen dus eigenlijk bij beide ook als opleiding studenten te hebben. Zodat ze los van de projecten ook gewoon de vaste aanbieders in de wijk, dat ze daar bekend mee zijn. Nou, helder. Dank jullie wel. Yes. Chuck? Ja, ik wil daar eigenlijk wel bij aansluiten. Zoek inderdaad ook met name contact met de professionals die al in de wijk zijn. Ik was 2 weken geleden nog op Zuid en een gesprek met inderdaad Humanitas. Mm. Maar ook met JOZ. Ja, die... Ja. Ongeveer, volgens mij hebben jullie elkaar stiekem gesproken, want die zijn net zo enthousiast als dat jullie zijn. en die kunnen denk ik heel veel hulp gebruiken in termen van stagiaires meenemen. Ja. Ook zij doen veel aan sport. Er is een jongen die is bezig met een heel ingewikkeld woord. Die doet allemaal hele ingewikkelde dingen aan klimrekken enzovoort. Die is inmiddels redelijk bekend. Die weet ook veel kinderen aan zich te binden. Daar zou je ook eens contact mee kunnen opnemen. Maar goed, je hebt al contact met Humanitas. Met Frederik. Nou, die staan absoluut open voor dit soort initiatieven. Dit soort initiatieven, heel mooi. En anders bel of mail ons. Dan helpen we jullie. Ik zou graag wat gegevens willen uitwisselen, zodat we met elkaar in contact kunnen blijven. Ja. Zou ik heel fijn vinden. Bij deze aangeboden. Even kijken. En Henny? Verder geen aanvulling. Het meeste is gezegd. Oké, mooi. Marion? Ja, ik sluit me aan bij wat Tjark zei. Ik ben ook benieuwd. Ik heb nog een vraag. Hoeveel werkgelegenheid het op gaat leveren? Want je werd gezegd van nou, die hubs die kunnen voor werkgelegenheid zorgen. Als je kijkt van hoeveel studenten er op dit moment opgeleid worden. Hè, want die studenten zijn heel waardevol voor het werk wat jullie doen. Maar kunnen al deze studenten ook een betaalde werk op Zuid vinden met hun diploma? Of zitten dan de studenten in de weg omdat er al genoeg studenten zijn die het werk leveren? Zijn het dan concurrenten van elkaar? Nou ja, in die zin denk ik dat het sowieso alleen voor het gebied Rotterdam-Zuid, dat zou denk ik nooit voldoende zijn, omdat we zouden het wel willen natuurlijk in de toekomst. En er zijn heel wat projecten, nou, bijvoorbeeld het Nationaal Programma loopt bijvoorbeeld 20 jaar. Dus daarin zijn er verschillende initiatieven, projecten. Maar ik denk zeker niet dat ze allemaal actief kunnen worden op Zuid, maar ik denk wel een groot gedeelte dat die van betekenis kunnen zijn bij een van de initiatieven of projecten of organisaties. En kijk, natuurlijk, omdat we daar starten, hebben we ook gezegd van we zouden daar graag bij willen aansluiten dat studenten die daar vandaan komen ook daar aan de slag kunnen. Maar wat mij betreft kunnen ze ook in Rotterdam of in de regio echt anders aan de slag. Maar dat ze wel altijd een soort van verbinding houden met Rotterdam-Zuid en een bijdrage zouden willen leveren aan, dus letterlijk die emancipatiemotor zijn voor Rotterdam. Maar ik heb zeker niet de illusie dat ze allemaal, denk ik,
terecht kunnen op Rotterdam-Zuid, nee. Ja, ze zijn ook niet echt, om even terug te komen op de vraag over of ze concurrenten zijn van elkaar, de studenten en degene die dus willen werken. Want dat zijn wel twee verschillende rollen. Dus de studenten die vullen echt die coachrol in. En dat is iets wat echt studenten doen. Dus dat zouden ook sowieso nooit mensen die in dienst zijn, die zijn dan de begeleider. Dus als docent zou het wel kunnen, of als trainer zou het wel kunnen. Dat zou wel kunnen, maar niet... De rol van de student is wel echt iets anders dan de begeleiders. En nemen jullie dan die mensen bij Feyenoord dan ook in dienst als begeleider? Sorry? Nemen jullie die afgestudeerden dan ook in dienst als begeleider van die studenten, hoor ik je dat zeggen? We hebben nu een aantal, nog niet van sociaal werk, maar we hebben wel nu al een aantal mensen in dienst die stage ook bij ons hebben gelopen. Ja. En van sociaal werk, en docenten. Ja, die zijn nu denk ik de eerste lichting die begonnen zijn nu derdejaars denk ik inderdaad. Die zitten nu in hun laatste jaar. Ja, precies. Dus dat is nog niet aan de orde. Maar van andere opleidingen hebben we al wel een aantal studenten. Nu inmiddels collega's van mij die ik een paar jaar geleden heb begeleid als student. Super mooi. Super. Ja. Goed. Dan eigenlijk... Zou ik naar de laatste vraag willen gaan van Mentimeter. Even terug, dat is de code 6707962. Goed, dus staat hier nog open. Even dit scherm stoppen, dus 6707962. En de laatste vraag is eigenlijk, wat neemt u mee terug de praktijk in? Dus voor andere gebieden of ergens anders in Nederland of iets wat u heeft gezien vandaag of gehoord? Code staat ook hierboven nog aangegeven, 6C. Ja, ik zie al een aantal. Mooi. Lange termijn denken en waar de inzet van de stagiairs inderdaad. Heel mooi. En samenwerking met sport. Ja, dat is ook een hele mooie. Dankjewel. En dan gaan we alweer naar de laatste slide. En dan wil ik jullie vragen, zijn er vragen? Dingen die jullie nog graag zouden willen weten. We hebben het net eigenlijk ook al een beetje gedaan, maar misschien zijn er nog wat dringende vragen. Nou, ik heb geen dringende vragen. Maar ik wil wel bij deze zeggen dat ik het een inspirerende workshop heb gevonden. Ook heel leerzaam. En ik wil jullie heel erg bedanken voor... dat jullie ons of mij zo hebben meegenomen in jullie verhaal. Dank je wel. Bedankt, leuk om te horen. Ja, zeker weten. Dat geldt ook voor mij, bedankt. Dank je wel, mooi. Nou, een aantal van jullie om graag in contact te blijven. Ik zou ook graag in contact willen blijven. Ik weet niet of ik dat hier in de chat al kan doen, maar als de workshop wordt afgesloten, dan gaat dat volgens mij allemaal weg. Dus ik zal het misschien best om even op te noemen. Even kijken. Jared, wat we zouden kunnen doen is dat je de contactgegevens die je wilt delen naar mij mailt, want je hebt mijn gegevens. Ja. En dan delen wij dat nog in een mail die de deelnemers nog gaan ontvangen. Oké. Okay, we kunnen dat ook nog op de website plaatsen van Sociaal Werk Werkt. Oké, okay, dat is super fijn. Oké, okay, dan is het, ik denk dat het beste om te doen inderdaad. Ja, dat scheelt iedereen nu geschreven.
Ja, inderdaad. Dat is goed. Dan wil ik jullie heel graag bedanken, Michu. Ja, jullie ook heel erg bedankt voor jullie input en het meedenken en de vragen. En nou, ik vond het leuk om te doen, dus bedankt allemaal. Ja, zeker weten. Nou, ik wens jullie nog een fijne, mooie zonnige dag. En tot snel, hopelijk. Tot ziens. Bedankt. Nee.